Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik lig hier even op de bank, op de zetel, zoals dat jullie kunnen zien. Het is weer heel erg warm en ik krijg nog wel snel hoofdpijn van de warmte, dus ik kom eigenlijk niet zo graag buiten als het zo warm weer is. Dus ja, dan voel ik mij nogal lui. En ja, dan doe ik dus eigenlijk wel heel veel aan bank hangen en veel stil liggen en zo, me rustig bezighouden. En morgen gaan we naar een trouw. Naar een trouwfeest. En ja, dan wordt het ook weer morgen 30 graden. Dus dan moet ik er wel even doorheen. Maar ja, het komt wel goed, denk ik. Zo, het is al lang geleden dat ik nog op zo'n feest ben geweest. Dus ik heb daar wel natuurlijk wel wat zin in. Alleen ondanks de warmte gaat het wel even soms misschien wel moeilijk gaan, maar ik bedoel, ik kan me daar wel over zetten. En dan hopen dat de herfst uiteindelijk snel door gaat komen, dat het wel wat koeler gaat worden. Dus dan kan ik ook wel meer naar buiten teruggaan, want dan gaat mijn luiheid ook wel vanzelf over. Dus ja, ik heb ook wel zin in een trouwfeest. Dus komt wel goed. Ik hoop dat met jullie ook nog altijd alles heel erg goed gaat. Dat jullie ja, ook goed voelen. En dat jullie wel beter tegen de warmte kunnen dan ik, hoop ik voor jullie. Ik hoop voor jullie dat jullie ook echt een echte fijne zomer hebben gehad. Dat jullie van de hittegolven hebben genoten die er zijn geweest. Ikzelf, ja, ik ben echt meer een herfst-winter type. Dus ik ben heel erg aan het uitkijken naar de herfst. En ja, ik vind het dus gewoon ook veel gezelliger als het 's avonds ook sneller dat de zon ondergaat. Voordat als ik tv wil kijken of zo, vind ik het gezelliger als het donker is buiten. Dat voelt voor mij toch gezelliger aan als het dan nog volop zon is 's avonds. En dan zet ik de tv niet zo graag aan, eerlijk gezegd. Ik vind dat niet zo gezellig om dan tv te kijken. En ik ben eigenlijk wel iemand die veel en graag tv kijkt. Ik kijk heel veel Netflix. Ik volg een hele hoop series en films. Binnenkort komt bijvoorbeeld de Witcher, nieuwe serie op Netflix, die ik heel graag wil zien, waar ik heel erg naar uitkijk. En ja, ik vind het gewoon ook veel aangenamer en gezelliger om tv te kijken als het buiten al donker is. Dat heeft gewoon een heel fijne sfeer, vind ik. En ja, ik dacht van ik wou nog even dit toch aan jullie melden. Nog even een video opnemen voor jullie. Ja, ik heb echt een heel erg luie zomer achter de rug. Met al die hittegolven. Ook heel vaak hoofdpijn gehad. Een hoge bloeddruk door de warmte. Veel jeuk aan mijn lichaam. Veel hooikoorts gehad. Veel last van de muggen. En van al die andere beestjes die in de zomer heel veel naar buiten komen. Dus de herfst, echt, gaat zo'n verlossing voor mij zijn. Dan zijn er niet meer zoveel muggen. Dan heb ik niet meer zoveel last van mijn bloeddruk. Niet meer zo last van hoofdpijn en zo. Dan is het ook, vind ik zelf, aangenamer om buiten een wandeling te gaan doen. Door ja. Het is gewoon aangenamer aanvoelt. Ik kan het moeilijk uitleggen. Ik weet dat er heel veel mensen echt van de zomer houden. En dat jullie dus ook echt ja, de zomer wel heel erg kunnen waarderen. En heel erg daarvan kunnen genieten. Alleen de meeste mensen in elk geval. Ik ben echt wel een uitzondering, denk ik. Maar ja, dan weten jullie dat. Ik vertel hier op mijn YouTube-kanaal zoveel mogelijk over mezelf. Meestal gaat het wel over mijn spirituele onderwerpen en thema's waar ik mij mee bezig hou. Maar af en toe deel ik ook nog wel andere dingen over mezelf. Zoals nu, wat ik nu aan jullie deel, dat is dan weer iets meer misschien persoonlijker. Maar ja, ik ben een open boek en ik heb niet snel geheimen. En ik vind iedereen mag weten hoe ik eigenlijk ben.
Dus ja, dan weten jullie dat. Ik wens jullie allemaal nog heel erg veel moois toe. En heel erg veel liefs van mij.